Vandaag gaan we Ize runder ribeye bereiden op de barbecue. Ize runder ribeye, mooi stukje vlees, gemarmerd van de Ize runderen die 300 dagen per jaar vrij rondlopen. In de winter mooie vetopbouw hebben. Vlees is daardoor mooi gemarmerd en extra sappig en extra mals. Ize ribeye, 100-150 gram voor één persoon. 300-350 gram voor twee personen. Wat zwaarder, daardoor mooier op de barbecue, kan hij wat langer liggen en houdt hij mooier zijn sappen vast. Voordat we het zo direct gaan barbecuen, gaan we het eerst even marineren. Voor de marinade gebruiken we shallotje, gaan we fijn snipperen. 2-3 teentjes knoflook, fijn hakken. En dat maken we aan met olijfolie. We gaan de ribeyes marineren. Masseren het vlees lekker in. En dan zetten we het een nachtje weg in de koelkast. De Ize ribeye hebben we een nachtje laten marineren. Voordat we gaan barbecuen halen we een uurtje van tevoren uit de koelkast. Even een klein beetje zouten. Wat peper erop. Aan beide zijden natuurlijk. En grillen. Dan doen ze het met een vleestang op. Niet met een vork, want een vork dan prik je alle vleescellen kapot. Mooi op het hete stukje even lekker dichtschroeien. Voor meer mooie recepten met Ize ribeye, kijk op irishbeef.nl.